Welkom bij deze gloednieuwe video van Oppo Nederland. In deze video wil ik met jullie de nieuwste Oppo A79 5G bespreken. Het is een super interessante telefoon en in deze video ga ik jou het een en het ander erover vertellen. Laten we beginnen met het design. De Oppo A79 5G is slechts 7,99 mm dun en daardoor ligt hij heel erg fijn in de hand. Hij weegt ook niet zoveel, slechts 193 gram, en daardoor voelt hij ook niet zwaar aan in je hand. Het strakke ontwerp van de A79 5G maakt hem niet alleen visueel aantrekkelijk. Maar daardoor ligt hij ook nog eens super fijn in de hand. Aan de voorkant van de Oppo A79 5G vinden we een 6.72 inch sunlight display. Dit is een speciaal display dat ook in sterk zonlicht goed afleesbaar is. Het is een 90 Hz scherm, dus alle animaties en beelden zien er vloeiend uit en de maximale helderheid bedraagt 680 nits. Een goede batterij heeft hij zeker aan boord. De Oppo A71 5G beschikt over een 5000 mAh batterij en dat is een grote batterij. En met een volle lading zou je wel 14 uur aan YouTube video's kunnen kijken. Nou, en als je dan een keertje snel moet opladen is dat ook geen probleem. Want met een speciale 33 watt supervoeg oplader kun je de telefoon van 0 tot 100% laden in slechts 74 minuten. Ook de camera's van de Oppo A79 zijn iets om enthousiast over te zijn. Aan de achterkant vinden we een 50 megapixel AI camera en die wordt ondersteund door een speciale portretcamera. Dankzij deze AI-camera zijn er tal van portretmogelijkheden en kun je de beste portretfoto's maken die jij maar kan bedenken. Je kunt kiezen uit verschillende bokeh-effecten en je kunt de portretfoto's ook perfect achteraf retoucheren en aanpassen. Dankzij de omarming van AI hebben we het voor elkaar gekregen om met de 50-megapixel speciale 108-megapixel foto's te maken. Ja, dit kan dankzij een intelligent proces en daardoor kun je met de Oppo A79 5G ook ultra scherpe foto's maken. Onder de motorkap van deze telefoon vinden we een snelle 5G-processor. De telefoon ondersteunt volledig 5G en 4GB werkgeheugen. Maar is 4GB werkgeheugen voor jou niet genoeg of op een bepaald moment niet genoeg? Geen probleem, want we hebben een slimme RAM-uitbreidingsfeature ingebouwd. Daarmee kan je 4GB werkgeheugen uitbreiden tot wel 8GB werkgeheugen. En vooral met die 8GB werkgeheugen biedt de Oppo A79 5G voldoende snelheid voor al je behoeften. Nou, verder heeft de OPPO A79 ook alle features aan boord, namelijk NFC, face unlock, vingerafdrukscannen en hij is volledig spat- en stofwaterdicht. Nou, dan misschien wel nog een van de meest belangrijke features, die heb ik speciaal bewaard tot het einde en dat is namelijk de 36 maanden fluency protection. Die is aanwezig bij de OPPO A79 5G. Dan zul je misschien denken, wat houdt dat precies in? 36 maanden fluency protection, dat betekent dat de OPPO A79 5G drie jaar lang snel blijft. En om dat een beetje toe te lichten: drie jaar lang snel, daarmee bedoel ik dat de maximale degradatie van de snelheid na drie jaar slechts maximaal 10% is. Dat wil dus zeggen dat je lekker lang met de Oppo A79 5G kan doen zonder dat je telefoon irritant langzaam wordt. En zeg nou zelf: dat zijn dus langdurige prestaties waar jij op kan vertrouwen. Nou, dat was onze korte blik naar de Oppo A79 5G. Het is een interessante telefoon die zeker het overwegen waard is. Nou, wil je nog iets meer weten over deze telefoon of heb je er vragen over? Neem een kijkje op onze website. oppo.com/nl.